Habib wilde woensdagnacht wat afval weggooien. En dan wordt hij van dichtbij onder vuur genomen. Hij hoorde dat er iemand aan kwam sprinten. En toen draaide hij zich om en toen was hij op 3 meter, die persoon. En op dat moment begon hij meteen kronkel door schoten en werd hij geraakt. Habib deed net alsof hij dood was, waarop de schutter wegging. 1 kogel kon Habib zelf al verwijderen. Dus hij heeft eigenlijk een kogel uit zijn lijf gepeuterd. Min of meer, ja. 6 keer werd Habib geraakt. 1 kogel ging door zijn been heen. Een andere kogel kwam in zijn knie. En 4 kogels kreeg hij in zijn borst. De vuurkracht is behoorlijk groot van die afstand. En als je de 4 kogels krijgt in je bovenlijf, of nagenoeg bovenlijf, dan overleef je doorgaans niet, want de vitale organen kunnen worden geraakt. Hij is vooral heel erg blij en dankbaar dat hij leeft, dat hij zijn vrouw en zijn kinderen kan zien. Woensdagnacht gebeurde het en nu al is Habib al meerdere keren geopereerd. Vanmiddag zelfs nog. In het ziekenhuis zou hij niet veilig zijn. Op dit moment ligt hij in het ziekenhuis, wordt hij door ons beveiligd. We zullen een dreigingsanalyse maken en dan zullen we met hem bespreken op het moment dat hij uit het ziekenhuis komt, hoe dat verder moet en wat voor beveiliging hij nog nodig zou hebben. De familie van Habib is ondergedoken. Het zou volgens zijn advocaat niets met het drugsmilieu te maken hebben. De mislukte moordaanslag zou een vergissing zijn. Het kan best zijn dat degene die hem heeft geduid zo vaag heeft aangeduid dat ze het verkeerde hebben. En dat is heel fataal. Dat is natuurlijk een standrechtelijke executie. Zonder dat je weet, heb je de juiste persoon en klopt het verhaal. Hij heeft met niemand ruzie en hij snapt er helemaal niets van. 5 rechercheurs onderzoeken deze zaak.